Hoi, hallo en leuk dat jullie natuurlijk weer kijken naar een nieuwe aflevering hier op mijn kanaal. En vandaag even alles bij elkaar samengevat. Ik ben natuurlijk bezig met sporten. Ik ga het jullie vertellen. Het is afgelopen periode zo enorm druk geweest hier in het nieuwe jaar. Ik ben bezig natuurlijk met mijn nieuwe baan. Ik ben bezig met mezelf. Het klinkt heel fout, maar ja, dat is wel zo. Ik ben bezig met mezelf, want ik moet kilootjes kwijtraken. Vandaag ook deze huge-ass baard, want die gaat er niet eerder vanaf voordat ik mijn streefgewicht van 90 kilo bereikt heb. En verder, ja, gaat het goed. Ik heb vrij weinig gedaan. Ik heb heel veel gedaan, maar vrij weinig, te weinig wat boeiend is voor een leuke video. Dus ik heb wat beelden geschoten van mij die aan het hardlopen was. Heel kort, een paar seconden, maar goed, het zijn beelden, bewijs. We zijn aan het hardlopen geslagen, eindelijk. Hardloopschoentjes aan. En Gaan, de kleine man, die helpt me. En dan gaan we. Echt, een paar meter. Ja. Erik aan zijn conditie, jongens. Zie je hem joggen, zie je hem gaan. Zie je kilootjes eraf gaan. En ik heb beelden van mij aan een lange fietstocht. Probeer daar toch echt wel enigszins wat mee te kunnen doen. En we gaan het wel zien. Ja, ja, alles in kader van gezond doen. En dit is ook erg leuk. En natuurlijk altijd baas boven baas, hè. Die man daar, die is gewoon een racer, hè. Dat zie je. Deze man hier is ook een racer. Dat zie je ook. Ja, ik kan wel proberen te gaan zwaaien. Doe hem. En dan gaat het gelijk verkeerd. Nou, doei doei. En je ziet het. Schitterend mooi. Lekker fietsen voor de beweging. In het jaar woog ik, wat zal het zijn, 114. Nu is het 112. Schiet niet echt op. Maar ja, lekker. Lekker fietsen. Doe 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 doe. En dat ik dit plekje dan niet gezien heb. Het gaat hier omhoog, zoals je ook kan zien. Dat is gelijk weer goed voor de conditie. En ik wil daarheen. Dan heb je een uitzicht over de mooie Weidse duinen. Ik denk dat ik dat vaker moet doen, maar het is echt bloedverziekend heet voor de tijd van het jaar. Het is winter, dus ik heb een winterjas aan, ik heb een t-shirt aan en een vest. En zoals je wel kan zien, we zijn er bijna, jongens. Kijk dan. De zon schijnt. Nu recht in jullie smoeltje. Jullie hebben me eerst al zien rennen, zien hardlopen. Nou even de fiets pakken om even een lang stukje te gaan fietsen. Jo zei van over een half uur ben je terug. Ik ben nu drie kwartier verder. Ik ben nog niet terug. Dat is een super lekker stukje. Maar kijk eens hoe mooi, jongens. Kijk eens even. Wordt toch rijkelijk beloond met een mooi uitzicht. En er vliegt een vlieger op mijn neus. Ik ga hier weer lekker naar beneden. Pak ik de fiets weer. En dan kijken of we nog meer mooie plekjes kunnen vinden. Ik denk het wel. Ik denk dat het wel gaat lukken. Mijn belangrijkste doel van dit jaar, 2019, dat wordt gewoon het afvallen. Afvallen wordt echt de rode draad in het jaar 2019. Van 116 naar 90 kilo. Kijken of we dat dit jaar kunnen bewerkstelligen. Ik zeg het al een paar jaar op rij. Ik wil afvallen. Telkens komt het er niet van. Maar nu gaat het er echt van komen. Want anders wordt deze baard echt huge motherfucking lang. Ik denk dat niemand daarop zit te wachten. Dus hij is al een aardig eindje onderweg. Dus ik hoop dat de kilootjes eraf ook wel aardig snel onderweg gaan. Vandaar mijn sportieve gezeik. Dus hardlopen, waaronder een van de opdrachten in een eerder videootje werd aangegeven. En ten tweede, lekker fietsen in de omgeving. Nou, je ziet al, het is een fucking mooie omgeving. En het is totaal geen straf om een rondje te rijden. En onderweg kom je gewoon deze kleine pluis beestjes tegen. Hier in de duinen. Kijk eens hoeveel. Zie je ze lekker vreten dan? Daar zo. Daar zie je ze vreten. Daar. En deze. Lekker genieten. Heerlijk. Beestjes gaat perfect. Je zag het net al. Parkietjes hebben het gewoon enorm naar de zin. Ze zeggen niet veel, maar ja, het is slaaptijd. In die tussentijd gaan wij gewoon even culinair doen. Gaan wij gewoon lekker met jullie op pad. Ik weet nog niet waarheen, ik weet nog niet waartoe, maar het gaat gewoon gebeuren. Oh, en ik ben met wat bezig. Kan ik daar een tipje van de sluier mee geven? Ja, dat kan ik.
ik wil iets internationaals gaan doen. En dan denken jullie van, wat wil je dan internationaal gaan doen? Er zit al de hele tijd iets in mijn brein wat er echt gewoon uit moet. En misschien dat ik jullie hulp daar ook bij kan gebruiken. Ik heb sowieso de hulp van mensen buiten nodig. Daar ontkom ik niet aan. Het gaat er gewoon om dat er iets een complete wereldreis gaat maken. Ik ben het niet. En mijn vrouw is het ook niet. Mitch is het ook niet. Maar het is iets episch. Het zit in mijn hoofd. Ik kan het niet te veel spoileren. Ik kan eigenlijk bijna niks erover zeggen. Alleen dat het wereldwijd is. Dat ik er, althans, dat is wel de bedoeling uiteindelijk. Het komt ter tijd. Nog even geduld. Het is toch niet waar. Het is echt waar. Ik zit met jullie te praten hier nu zo. En ik besef me opeens waar ik de video mee begon. Dat die beestjes gewoon aan het praten zijn. En we gaan de deur in. En dan zitten ze daar. Dan zitten ze gewoon daar. Gewoon lekker een beetje te niksen. Daar zo. Hallo. Ja, nou zijn ze opeens weer stil. Hè? Nou, zodra ik hier de kamer weer uit ga. Dan hoor je ze niet. Ja, zie je wel. Smeddy, ga eens wat zeggen dan. Krasie is verzot op zijn bebbetje. Op Smeddy, ach. Smeddy kan het niet zoveel schelen, hè Smeddy? Krasie wel. Krasie die vindt het heerlijk. Belletjes. Ding ding. Ja, hier gaat hij. Ga maar dingen. Ga dan. Tot zo weer de pakketjes. Oh, wat een heftig licht hier allemaal. Het is inmiddels al wat donkerder geworden. Ik dank jullie hartelijk voor het kijken naar deze video. Vergeet niet even te liken. Vergeet ook zeker niet om even te abonneren en op die bel te drukken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer met heel veel vette dingen. Met nog meer gekke dingen. En ik ga mijn best doen, kijken wat ik voor jullie op dit kanaal kan brengen. Tot de volgende keer!